de Belgische Ardennen en het circuit van Spa-Francorchamps verwelkomt de X30 Super Shifter en X30 Shifter klasse voor de tweede wedstrijd in het Belgisch Kartingkampioenschap 2017. Twee klassen die samengevoegd zijn, de karts met versnellingen, de Super Shifter 175 cc karts en de Shifter klasse met 125 cc motoren. Startopstelling voor de kwalificatie heat na de tijdtraining. Wiep Elmaerts was daar snelste voor, Frederik op de Beek, Nicky Sotman en Jesse Smeets, de Nederlanders. De 59 is Olivier Palmaerts, die snelweg is met Mickey Slotman, de 117. Met Frederik op de Beek, de 33. In de kwalificatiemarsjes snel onderweg. En je dan kwalificeren voor de finale met Corentin Grégoire, de 56 in de shifterklasse, die de twee heats wist te winnen. Olivier Palmaerts, deze 59. Die staat op de pole position voor Mickey Slotman, 117 uit Nederland. Met Jesse Smeets, 55 uit Nederland. De kampioen van het afgelopen jaar in de X30 shifterklasse. En Roy Bakker, de nummer 4, de leider in het kampioenschap. Leider na de wedstrijd in Marienbourg. In de shifterklasse, de 56, Corentin Grégoire en Thomas van Steenbergen, de 46. Dat is de startopstelling, dan wordt de start vrijgegeven. De finale onderweg. Met problemen voor de nummer 7 zien we. Maar is het een mooie start voor Roy Bakker. Het was Rafael Bartzoen in de shifterklasse die in de problemen kwam. Olivier Palmaerts vanuit de pole position. Het veld mee op sleeptouw nemen. Roy Bakker, de nummer 4 daarachter. Even wat contact met Mickey Slotman, de 117. We blijven daar bij elkaar zitten vooraan in het veld van deze finale. Corentin Grégoire, de 56. Voor Thomas van Steenbergen, en Antonio Lapaolo. Dat zijn de heren vooraan in de X30 shifterklasse. Naar de zwart-wit geblokte vlak voor Palmaerts, Bakker op de Beek, Slotman en Smeets in de super shifterklasse. En in de X30 shifterklasse Corentin Grégoire. Die weet te winnen en het zwart-wit geblokt weet te nemen als overwinnaar. Kussen, felicitaties, bloemen. C'est une saison parfaite pour le moment. C'est un sans faute, on gagne tout à Marienbourg, ici Paul, et on gagne les deux manches qualificatives puis la finale. C'est une saison goed resultaat in Marienbourg en een prima resultaat hier in Spa. Volgende rendezvous, de finale, 19-20 augustus in Genk.